Dit is het verhaal van onze planeet zoals je die waarschijnlijk niet kent. Het goede nieuws is dat de wereld in een veel betere staat verkeert dan jij vermoedt. Om maar iets te zeggen, tegenwoordig brandt de lamp bij de grote meerderheid van de wereldbevolking. Alleen op televisie zijn er meer rampen. De kans om te sterven tijdens een hongersnood is de voorbije halve eeuw gedaald met een factor 150. Ook de rol van de vrouwen heeft een stille revolutie doorgemaakt. Waar meisjes naar school gaan, gebeuren fantastische dingen. De beroepsbevolking wordt diverser en neemt betere beslissingen. Goed opgeleide moeders hebben bovendien minder kinderen. Bijna overal in de wereld zijn de gezinnen kleiner geworden. Ze investeren meer energie in het onderwijs en de gezondheid van elk kind. In 50 jaar tijd is de wereld totaal veranderd. Maar vreemd genoeg weten we dat niet. Uit onderzoek blijkt dat maar 1 op de 20 Belgen het goede antwoord geeft op deze meerkeuzevraag. Bestudeer de statistieken en je merkt dat we de extreme armoede kunnen uitroeien tegen 2030. Deze grafiek is de afspraak van onze generatie met de wereldgeschiedenis. Natuurlijk zijn er mondiale gevaren waar we iets aan moeten doen, met z'n allen, samen. Denk aan de wereldwijde klimaatverandering, de aanzwellende stroom van wanhopige migranten en ja, de extreme armoede. Extreme armoede is niet iets wat in de toekomst kan gebeuren. We zijn de strijd aan het winnen, maar het is nog altijd ellende, elke dag, op dit moment, voor 820 miljoen mensen. Deze mensen moeten we nu helpen, anders missen we onze afspraak met de geschiedenis. Op basis van 60 jaar terreinervaring in Azië, Afrika en Latijns-Amerika weten we bij Trias wat werkt. We geven familiale ondernemers het beslissende zetje, zodat ze voor het eerst in hun leven eenvoudige dromen kunnen waarmaken. Trias verbindt mensen, versterkt hun organisaties en verandert op die manier hele gemeenschappen. Neem nu het verhaal van de aardappeltelers in de Andes. Op 3000 meter hoogte snijdt de wind door merg en been. De hoogte vreet je energie weg. Een school, een medische hulppost of gewoon een markt om je producten te verkopen. Niets is hier evident. Als je dan van 's morgens vroeg tot zonsondergang moet vroeten in de grond. Voor een appel en een ei. De aardappeltelers die Trias steunt, dragen de boerenstiel in hun hart. Allemaal dromen ze van een beter leven. Ze willen vooruit, net als de rest van de wereld. Daarvoor rekenen de boeren op hun aardappelen. Een goed idee, op voorwaarde dat ze hun krachten bundelen in sterke coöperaties. De voorbije jaren stonden Vlaamse partners in de rij om onze aardappelprojecten in het Andesgebergte een extra dimensie te geven. Met hun technisch advies en hun centen bouwden de boeren een bewaarloods met machine in Ecuador en een vrieskamer in Peru. Het verhaal is nog niet een einde. Je ontmoet Siebe tijdens Interpom aan de stand van Trias in hal 6. We rekenen op jou, want dit is jouw afspraak met de wereldgeschiedenis.